We staan hier bij een gerstproefveld van BASF en we bekijken hier de werking van het nieuwe fungicide Priaxor-Duo. Priaxor-Duo, dat is een combinatie van twee producten. Het ene product is Priaxor EC. Priaxor EC is een product op basis van Xemium, onze SDI en Pyrrhocostrobin, een strobi. Dat zijn op zich bekende stoffen voor de gerst. Het andere, en dat is het unieke, dat is Revistar en dat is een nieuwe triazool op basis van Revisol. Revisol onderscheidt zich op meerdere punten. Namelijk, hij is snel regenvast. Daardoor hecht hij zich snel in de waslaag, in de depots. Van daaruit wordt er continu wat actieve stof afgegeven. Dat garandeert eigenlijk de duurwerking. Een ander punt waar hij zich op onderscheidt. De meeste triazolen hebben wat meer warmte nodig om effectief te zijn. Revisol is al actief bij lagere temperaturen. Dus ook al bij 8 graden en rond 8 graden heb je eigenlijk al een werking van triazol. Daar onderscheidt hij zich eigenlijk van. Priaxor-Duo gaat zich eigenlijk in de graanteelt, in de gerst, in de tarwe onderscheiden op een aantal punten. Enorme lange duurwerking, maar ook door de combinatie van drie actieve stoffen. Hij geeft eigenlijk een hele brede werking, maar ook qua gewasstand een hele mooie stand van het gewas. Priaxor-Duo is eigenlijk in de gerst voor de bekende ziektes gewoon inzetbaar. Hij zal zich vooral gaan onderscheiden op ramelaria, maar is ook eigenlijk goed op netvlekken en bladvlekken. Gaat het om de tarweteelt, dan zien we dat die eigenlijk gewoon ook een allround werking gaat geven. Al gaat het om septoria, al gaat het om roest, de gele, zowel als de bruine. Het advies van Priaxor Duo is 1 liter Priaxor EC en 1 liter Revistar per hectare. Wat telers van Priaxor Duo kunnen verwachten is eigenlijk dat de bespuiting leidt tot een heel gezond gewas, wat vitaal is en wat een hele goede opbrengst geeft aan het eind van de rit.